Ja, ik ken jou eigenlijk uh, als een persoon die toch heel veelzijdig is. Hè. Je zit in de neemkundige kring, je bent auteur, gepensioneerd directeur, vervent postkaartenverzamelaar, je zit in het verbroederingscomité en je bent dan ook nog eens eisenzwaaier. Ja, dat is inderdaad een zeer actief lidmaatschap in die zin dat ik uh, probeer naar alle repetities te gaan en ook alle optredens in binnen- en buitenland. Hoe lang ben jij al bij de IJzerzwaaiers? Wel, ik kan zeggen van in het begin. Ik kan misschien even zeggen hoe dat, dat bij het begin ontstaan is. Want IJzerzwaaiers, dat zijn wimpeliers, vendeliers, dat is typisch verbonden aan Boerenjeugdbond van vroeger, aan Landelijke Gilden, aan KLJ van later, hè, Katholieke Landelijke Jeugd. En. Op een zeker ogenblik, als je daar uh, uitging, dan kreeg je een cafébezoek met een gratis borrel en, en een gratis pintje en zo verder. En de cafébaas deed er dan nog een ferme schep bovenop. Maar toen Raymond de Koster in 1975 uh, priester gewijd werd, zegt hij: Ja, maar ik ben een kik ook uh, bij de Wimpeliers geweest. En wij hebben dan ter gelegenheid van zijn priesterwijding bij zijn eremis in IJzer een eerste optreden gedaan met grote vlaggen. En dan zijn we eigenlijk ontstaan, 1975 als groep. Hè. Maar tevoren waren we ook al wimpelier en vendeleer in de BB en KLJ. En waar gaan jullie optreden buiten de Druivenstoet? Oh, wel, dat is uh, zeer opvallend. Dat wij in binnen- en buitenland optreden. Ik geloof dat we al drie keer in Frankrijk geweest zijn dit jaar. Uh, we zijn al twee keer in Duitsland geweest. En we gaan ons seizoen eindigen na de Druivenstoet met de uh, Sint-Gertrudus-stoet in Nijvel. Niet alleen Nijvel, want diezelfde dag zitten wij in Modra in Slowakije, dus de partnergemeente van Overijssel. En wij gaan daar met zes wimpeliers naartoe. Ik heb inderdaad al goede ervaringen met de ijzerswaaiers in de Druivenstoet, Fransies. Mag ik er ook bij als vrouw? Ah, dat, is, uh, dat is inderdaad een beetje een eigenaardig aspect van onze werking. Hè? Wij zijn een typische jonge mannenploeg geweest. En uh, ik herinner mij nog toen uh, wij op een feestje waren, dat er iemand zijn vrouw meebracht en dat dat... Allee, dat was eigenaardig. Maar sindsdien hebben we afgesproken, wimpelen en vendelen niet voor vrouwen, maar we vertroetelen ze toch jaarlijks op ons eetfestijn en dan mogen ze gratis meegenieten. Ja. Maar het is eigenlijk, ja, het is toch wel een typische mannenclub onder ons. Misschien had dat in het begin te maken met het feit dat wij soms wel eens een pintje of een glaasje wijn te veel dronken, maar in elk geval nooit... Erg en, en nooit overdreven. En zijn jullie nog steeds op zoek naar nieuwe mannen? Ja. Uh, de, het nieuwe lid van nu is een twintiger van Hoeilaard. En ik kan u zeggen, uh, die leeftijd heeft bij ons niet zoveel belang. Hè? Felix en ik zijn zeventigers. En voor de rest zijn van alle tientallen jaren vertegenwoordigers. Of je nu dertig bent of achttien. Iedereen is bij ons welkom. En ik kan zeggen, als we de repetities ook een beetje afstemmen op die nieuwkomers, dan kunnen die na enkele keren al optreden. Dat gaat zeer vlot. Eenmaal dat men de basisbewegingen goed doorheeft, is dat niet lichamelijk zwaar. Dan is dat een kwestie van vlotheid. Uh, hoe hoger dat zo'n vlag wordt gegooid, hoe beter. Hoe hoog gaat zo'n vlag eigenlijk gemiddeld? Jawel, ik heb er nog nooit een lintmeter naast gelegd. Ik kan het niet zeggen. Maar dat is bij ons in de groep ook een kwestie een beetje van opscheppen naar elkaar toe om ter hoogst. En er zijn er die duidelijk een paar meter hoger kunnen gooien dan de, de anderen. Ik heb het al gezien, jullie zijn heel populair bij de overheidssenaar. jullie krijgen toch onderweg in de stoet een pintje hier en daar aangeboden. Ik neem aan, op het einde van de stoet, dat vlaggenwimpelen dan niet zo vlot gaat, of valt dat nogal mee? Dat valt nogal mee, dat zal waarschijnlijk de routine zijn die in onze spieren zit en die niet beïnvloed wordt door een beetje... Vind je min of meer. Ik kan u zelf zeggen, nu onlangs waren we dus in Broedig-Vankel en wij hadden op een bepaald traject verleden jaar van die mensen uh, pintjes bier gekregen en die waren van uh, verleden keer niet thuis. En die hadden een bericht nagelaten als je passeert, achter de poort staat de drank. Hoe lang wil jij nog verder doen, Francis? Wel, uh, toen ik een ongelukje had met uit een boom te vallen en dan uh, die operatie in de rug en uh, schouder. Uh, was het zo'n beetje op het randje, ga ik ermee opbouwen of niet? En zo, mijn, mijn, mijn oudere collega Felix, die zegt ook al een paar jaar, ja, maar ik ga dat niet blijven doen. Zie je, zo'n oude vent tussen die groep. Maar uh, als het erop aankomt, zeggen wij, we doen door. En ik denk dat buitenstaanders. Het even rap zullen weten als wij, want wij doen voorlopig voort. Wel, bedankt voor dit interview, Francis. Welk nummer mag ik zo dadelijk voor jou draaien? Ah, kijk eens aan, dat is lief. Uh, laat eens zeggen: uh, Anne van Clouseau kan dat? Ik ga dat voor jou draaien, Francis. En tot zo dadelijk in de Druivenstoet. Hartelijk bedankt, Lin. Tot volgende keer.